Yo mensen van Gamer King en en welkom bij een andere update video van de server. Want hebben we wat te zeggen, de server is nu beste tijd uit. Dat heeft een hele grote reden, eigenlijk niet. Um, het is gewoon niet leuk om een standaard servertje te draaien, vinden wij. Uh, er komt te veel gezeik over, over cracked, over mensen die worden geband, die gaan ze te zeiken, die gaan ze te spammen, die gaan ze te doen. Uh, mensen die gaan allerlei. Gekke dingen proberen mensen gaan irritant doen. En daar hebben we allemaal gezinnen. Dus daarom zetten wij nu een whitelisted server op. Maar geen normale whitelisted server. Dit is een server waarin faction staat. Waarin je geld moet verdienen. Waarin je zo'n groot stuk land moet claimen als je kan. En waarin je gewoon lekker elkaar neer mag slaan. Je mag niet grieven en dat soort shit. Maar je mag al je eigen faction bouwen. Je mag je eigen land claimen. Je mag bouwen wat je wilt verder. Um, maar. Er zit er nog wat anders in. Um, je moet je aanmelden. Dat kan via een bericht op Skype. Dat kan via een andere manier. Pff, verzin iets hoe je bij ons in contact kunt komen. Uh, volgens mij komt er ook nog op onze website wat binnenkort, maar dat weten we nog niet zeker. Wat je doet is je meldt je aan met een groepje van vier personen minimaal. En een groepje van acht personen maximaal. Met dat groepje ga je een faction starten. Acht personen in een faction is een maximale. Met dat groepje. Ga je zo mooi mogelijk een faction bouwen als je kan? Met dat groepje ga jij het rijkste worden. En degene die na een tijd het rijkste is, die heeft gewoon gewonnen. Nou, dat zou het wel niet degene zijn die het rijkste is in een aantal um, dagen. Nee, dat gaat echt gewoon lang door. En er komen ook echt wel strijden. Want je mag natuurlijk een ander kamp aanvallen. Nou, nu ga je natuurlijk niet krieven, niet met TNT's te kutten, dat soort dingen. Nee, maar een kamp heeft altijd ergens een ingang. Altijd. Of is het onder de grond, of is het boven de grond, of heeft het een geheime ingang. Ik zou het niet weten, maar je komt er binnen. Dus je mag allemaal kampen als het ware aanvallen wanneer er. bijvoorbeeld één persoon online is. Er is bijvoorbeeld één persoon online, jullie zijn met z'n zessen. Oké, okay, attack, bots. Levert jou weer 50 dollar op. Of 20 is het. Dat geeft je gewoon extra geld. Um, de reden waarom we dit in Teams doen is om het leuk en gezellig te houden in de seuren. De reden waarom het Whitelist is, is hetzelfde. Degene, eh, uh, nog weer waarom we Whitelist hebben, is, eh, uh, hetgene wat er wordt gebouwd. Want wij willen geen hele fucking lelijke 1 x 1 torens. Wij willen geen lelijke, um, halve bomen, topboompjes hier zo hebben staan. Dat ik bijvoorbeeld dit stukje van de boom weghaal. En de bovenkant die zaten nog. Dat willen we ook niet. En daar gaan we ook echt op controleren. We hebben core inspecten bij. Dus het komt goed. Ehm. Um, Verder, gaan jullie dan waarschijnlijk denken van, ja maar doen jullie ook mee? Zo ja, jullie zijn admin, dat is niet eerlijk. Ik laat jullie zien hè. S. Ik ben een rank admin. Kijk, let maar op. Pax user, GKNL Physic, group set admin. Nou dat kunnen, oh. Dat kan ik nog niet eens, want ik zit al in admin. Maar ik kan mijn uh, rank is edit meer naar admin of naar normale player. Ja. Wat kan een admin extra? Slash ban. Oh. Ik ben nog geen eens admin. <laughs> Faal. Uh, nee, maar wat een admin extra kan, is ik zet de permissions, nou ja, niet alle permissions. Nee, maar als degene die denkt dat, dat we gewoon gaan cheaten, zet ik de permissions er gewoon bij. Um, wat we extra kunnen als admin zijnde, is bannen, kicken, rollbacken en dan was het. Dat was het. Dat is het enige wat we extra kunnen als admin zijnde. Wij kunnen geen game changen, Wij kunnen onszelf niet op pay maken. Wij kunnen onszelf verder niks. Wij kunnen onszelf misschien niet slash gift doen. Wij kunnen wel weed verkopen en zoveel geld. Want door middel van farmen, van weed farms en um, dat soort shit, kan je geld verdienen. Want dan kan je gewoon verkopen via slash shell en dan zwaaien je hand. Nou, ik kan geen um, air verkopen. Dat lijkt me logisch. Maar dirt kan ik niet verkopen. Want het is gewoon te makkelijk te krijgen. Het is alleen farming-stuff wat je kan verkopen. Nou, dan weet ik niet of um, dingetjes zoals wortels en zo er al in staan. Want volgens mij zaten die nog niet in essentials. Maar dan moet ik even goed nadenken. En anders edit ik die wel eventjes. Maar die komen er ook in. En zo kan jij dus goed geld verdienen door middel van een grote farm te maken. Maar let op. Een farm is kapot te maken in een enemy kamp. Dus wat je kan doen is gewoon de enemy. Um, leegroven van de farm. Dat is gewoon allemaal mogelijk. En dat mag ook. Je mag de enemy lastigvallen met de farm. Um, dat is het enige wat je kapot mag maken bij het enemy. Het geldjat van de enemy. Dat soort dingen. De enemy killen. Natuurlijk niet spawn killen, maar gewoon killen. Dat mag ook. Um, wat je niet doet is het enemy kamp in lavabad zetten. Dat kan ook niet, want dat hebben ze geclaimd. En er zijn ook nog een aantal regels over waar je je land claimt. Want bijvoorbeeld daar zo ergens. Uh, pff, ergens hier in deze wereld bouwen wij onze faction. En een andere faction wil bijvoorbeeld hier. Dan zeggen wij nee. Mag niet. Jij gaat een mooi stukje verderop. Want wij willen dat de factions uh, een stuk uit elkaar zetten. Uh, gewoon een heel stuk. Plus we hebben Dynamap erop. Dus de mensen die niet zijn wireless kunnen alsnog meekijken van wat wij nu allemaal aan het doen zijn. Nou, er komen er natuurlijk ook wel records over. En dat soort dingen. Maar we gaan natuurlijk niet alles recorden. Want. Um, dan verraden wij al onze spullen. En dat is niet de bedoeling. Maar wij gaan ook wel recorden als wij je land gaan overvallen. En dat soort dingen. Um, het wordt gewoon een hele professionele faction server. Waar je gewoon als een team moet overleven. Als een team geld moet verdienen. Als een team moet samenwerken om het enemy team te overmeesteren als het ware. En te doden. Dat is het hele punt waar wij naartoe willen. Nou, dan zijn we nog op zoek naar een aantal mensen. Natuurlijk. Uh, want wij hebben nou ons team... Gekeken aan wel team, zo gaat het niet heten, maar en we hebben nog een ander team al, die zijn met vier personen. Er kunnen nog vier binnen. mochten ze nog mensen willen inviten, moeten ze dan gewoon even contact met me opnemen. Um, dat kan nog allemaal. En ga je niet solo opgeven, zorg ervoor dat je een teampje hebt en zeg het team dan op mij op Skype. Eén keer ga niet lopen spammen met je naam, um, want dat doe ik helemaal niks. En bevestig eventjes dat jij geen um, rare rotzooi gaat bouwen. En dat jij gewoon de regels accepteert, zoals niet grieven, niet laten staan van de boventoppen, niet schelden, niet spammen en dat soort dingen. Want dat maken wij er gewoon een hele gezellige faction server van, waarin wij gewoon heel leuk met z'n allen elkaar kunnen killen en overmeesteren en de rijkste worden van de map. Van de Minecraft world. Dus de mensen die er niet in komen, Die kunnen alles volgen via dime map. Die kunnen daar gewoon op kijken, die kunnen zien um, wat we aan wij heen lopen, wat wij doen. Ik ga een 3D-optie toevoegen, dan kan je zelfs gewoon 3D meekijken als het ware. En ja, dat was het zo'n beetje. Um, de mensen die mee willen doen, groepjes van 4 tot 8, geef de namen door op Skype, um, niet spammen, en dan geef ik het IP en een whitelistje als jij bent goedgekeurd. Nou, dan wil ik natuurlijk ook wel mensen die een beetje goed kunnen bouwen. Want dan hebben wij een beetje een leuke mooie server. En dan kan je een leuke faction bouwen. Nou jongens, spreek je de volgende keer. Doen we een groen duimpje omhoog als je er zin in hebt. En het gaat denk ik gewoon erg spannend worden. En ik mag niet doodgaan, want ik, ik ben geen OP. Ik heb geen teleport, ik heb niks. Fuck, 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 fuck. Nou jongens, doei.